Geboorte en verplaatsing naar de kolonie. Willem wordt geboren op 5 mei 1818. Marianne wordt geboren op 14 maart 1820. Als Willem 3 jaar en Marianne 3 maanden oud zijn, worden ze via een koets vervoerd naar het huis Westerbeek. De twee kinderen hebben dan nog een andere naam, namelijk Floris en Emma. Een mysterieus geklede vrouw geeft een brief van ene P. Nederlander aan generaal Van der Bos, de oprichter van de Maatschappij van Weldadigheid. Vervolgens laat ze ook de kinderen bij de generaal achter en verdwijnt weer in de koets. Vooraf is er al eerder contact geweest met de geheimzinnige P. Nederlander. Hij heeft namelijk al laten weten aan de permanente commissie dat de twee kinderen naar de kolonie worden verplaatst tegen een betaling van 60 gulden per persoon. P. Nederlander stuurt vervolgens ook een brief naar de permanente commissie van de Maatschappij van Weldadigheid dat voor de kinderen als vergoeding een cheque van 1000 gulden wordt aangeboden. Hooggeleerde heer, onlangs zijn er twee kinderen gebracht met de namen Floris en Emma. Voor een jaarlijkse betaling van 60 gulden wil ik dat de kinderen opgevoerd worden in de koloniën. Ik zal contact met u houden over de bedragen. Het enige probleem is dat u niet komt te weten wie ik precies ben. Groet ik u, P. Nederlander. Floris en Emma zijn zoals alle kinderen gewone kinderen die graag spelen. Maar toch zijn ze beide van elkaar gescheiden. Ze komen elke in een apart gezin terecht. Floris woont bij de heer Conrad Vernauw en zijn vrouw Maria Langkamp. Emma woont bij Teunus Werkenkamp en zijn vrouw Machteltje ten Heuvel. Als de twee kinderen 6 en 4 jaar oud zijn geworden, worden de voornamen Floris en Emma veranderd. Dit in opdracht van generaal Van den Bos. De voornamen worden doorgestreept in het registerboek en vervangen door Willem en Marianne. De achternaam blijft wel gewoon der Nederlander. Een moeilijke tijd breekt aan voor Willem. Hij wordt namelijk overgeplaatst naar een ander gezin. De reden is dat Conrad Vernauw plotseling is overleden en zijn vrouw Maria Langkamp op onduidelijke reden ontslag heeft gekregen. Willem komt op 13 oktober tot zijn grote vreugde bij het gezin terecht waar zus Marianne woont. Zo wordt ze weer als broer en zus herenigd. Ik heb hier Willem bij me. Hij kan vanaf nu in jullie woning wonen. Oké, dat is goed. Tot ziens, generaal. Willem en Marianne moeten in deze periode naar school. Ze leren de vakken rekenen, taal en schrijven. Op 30 mei 1839 moeten de broer en zus op het land aan de slag. Het volgende valt op aan Marianne. Marianne is een meisje dat weinig of geen landwerk verricht.
een zogenaamd juffertje dat weinig doet. Marianne voelt zich ook niet echt thuis op het land. Ze heeft het gevoel altijd dat ze daar niet thuis hoort. Waarom ze daar niet thuis hoort, weet ze zelf eigenlijk ook niet. Marianne, je moest aan het werk op het land. Marianne, nu aan het werk. Kom. Hup, ga je broer helpen. Wat nog meer opvalt in deze periode is dat om de zoveel tijd Machteltje ten Heuvel samen met Willem en Marianne het bos in gaat. Machteltje laat de kinderen staan en ze wachten op een plek. Machteltje gaat dan weg en de kinderen blijven alleen achter. Na een klein pauze verschijnt er dan een donker geklede vrouw uit het bos. De vreemde vrouw blijft op een kleine afstand bij Willem en Marianne staan. Willem en Marianne staan er verbaasd naar te kijken. Ze stellen vragen, maar ze krijgen geen antwoord. Na een poosje verdwijnt de mysterieuze vrouw weer. Dit gebeurt elk jaar minimaal één keer. Willem en Marianne krijgen een brief toegestuurd die aan hun beiden is gericht. Dit schrijven komt van generaal Van der Bos, de stichter van de maatschappij. Hij wil graag dat Willem en Marianne even langskomen bij zijn huis Westerbeek. Ze gaan in op dit verzoek en de generaal stelt ze verschillende vragen. Er wordt gevraagd hoe het met ze gaat en hoe het in de kolonie bevalt. Hij vertelt hen ook dat de twee nog moeten worden gedoopt en een belijdenis moeten afleggen. Ze maken met z'n drieën de afspraak om elke week bij elkaar te komen en over van alles te gaan praten. Marianne, kom maar binnen. Willem en Marianne hebben de leeftijd bereikt dat zij zich moeten voorbereiden op hun lidmaatschap van de hervormde kerk. Hallo allemaal, wij zijn hier bijeengekomen om de doop en belijdenis van Marianne en Willem te houden. Vanaf nu hebben Willem en Marianne de juiste leeftijd bereikt dat zij zich moeten voorbereiden op een lidmaatschap van de hervormde kerk. Maar doordat de kinderen geen geboorteakte hebben, weten de mensen van de permanente commissie niet of Willem en Marianne al eerder zijn gedoopt. Want wat er ook nog bij komt, is dat je zonder geboorteakte eigenlijk officieel helemaal niet bestaat. Dit omdat nergens staat geregistreerd van wie je afkomstig bent. Kom hier, dan gaan we nu de belijdenis afleggen. Ik, Willem, geloof in de Heere God. Gaan we nu doen? Johan,
Na de belijdenis gaat het leven van Willem en Marianne door op de manier die ze zijn gewend. Alleen gebeurt er bij Marianne wel het volgende. Ze komt een man tegen, Johannes Wardenier, waarmee ze uiteindelijk ook wil trouwen. Het probleem wat er was bij de doping en belijdenis speelt nu ook weer mee. Er is namelijk geen geboortebewijs van Willem en Marianne. Directeur J. van Konijnenburg, die de functie van generaal van der Bos heeft overgenomen, schrijft een brief aan de permanente commissie over Marianne om zo goedkeurig te krijgen voor de trouwerij. Het duurt allemaal erg lang voordat ze eindelijk kunnen trouwen. De reden dat het allemaal zo lang duurt, is dat Marianne eigenlijk nog minderjarig is. De trouwerij moet officieel worden goedgekeurd door een ouder of voogd. Uiteindelijk worden Machteltje en Teunis de voogd van Marianne en natuurlijk ook voor Willem. Het duurt een half jaar en dan mogen ze op 2 oktober 1840 elkaar het jawoord geven. Welkom bij de trouwerij van Marianne de Nederlander en Johannes Wardenier. Machteltje heeft de trouwdag van haar peetdochter nog net mee kunnen maken. Ze sterft uiteindelijk in april van het jaar 1841. Generaal van den Bos, die goed bevriend was met Marianne en Willem, woonde inmiddels al een paar jaar in Den Haag. 2 jaar nadat Willem bij Johannes en Marianne in is getrokken, krijgt hij het volgende bericht binnen via een brief aan hem gericht. Generaal Johannes van den Bos is op 28 januari 1844 overleden. De generaal was de enige persoon die precies wist wat voor verhaal er schuilde achter de 2 bijzondere kinderen, Willem en Marianne. Het verhaal heeft hij nu stilzwijgend meegenomen in zijn graf en de waarheid kan niemand waarschijnlijk meer achterhalen. Hoe kan dat? Hoe kan hij zomaar doodgaan? In Willemsoord heeft Willem intussen verkering gekregen met de kolonistendochter Jacoba Scholtens. Zij woont nog bij haar moeder, die weduwe is, op de hoeve. Na een tijdje vraagt Willem Jacoba ten huwelijk. Ook nu is het probleem weer dat hij geen geboorteakte heeft. De directeur J. van Konijnenbrug, die ook voor Marianne een goed pleitbezorger was, doet dit nu eveneens opnieuw. In de brief wordt niets anders dan lof over Willem gesproken. Uiteindelijk, na 8 maanden, krijgen ze toch van de permanente commissie toestemming om te trouwen en mogen de hoeve van de weduwe Scholtens overnemen. Er is alleen wel 1 voorwaarde waar ze aan moeten voldoen. Die voorwaarde is dat mevrouw Scholtens tot haar dood met liefde zullen verzorgen. Uiteindelijk trouwen Willem en Jacoba op 2 december 1846 in de gemeente Steenwerkerwold. Hallo allemaal, welkom bij de trouwerij van Willem en Jacoba. Jacoba Scholten, neemt gij Willem de Nederlander als uw wettige echtgenoot? Ja. Willem de Nederlander, neemt gij Jacoba Scholten tot uw wettige echtgenoot? Ja, we mogen nu de ring opdoen.
Willem en Marianne vinden het vreemd dat ze nooit duidelijk krijgen over wie hun daadwerkelijke ouders zijn. Nu generaal Van den Bos inmiddels 10 jaar terug is overleden, hebben ze er nog steeds geen weet van. Op een dag zitten Willem en Marianne bij elkaar aan tafel en spreken af om een brief te schrijven aan koning Willem III. Ze willen graag duidelijkheid over hun achtergrond van hem. Om zomaar een brief aan de koning te schrijven, wordt in de tijd niet snel gedaan. Maar Willem en Marianne doen het toch en ze krijgen ook al snel een reactie terug. Hierin staat vermeld dat de koninklijk huis niet wil meewerken en dus geen informatie wil geven over hun afkomst. De 1000 gulden die ze vroeger beloofd is, krijgen ze ook niet. Dit omdat er nog steeds niet duidelijk is wie de geheimzinnige Nederlander nou precies is. In de zomer van 1857 verhuist Willem met zijn gezin naar een andere kolonie, het tegenwoordige Wilhelminaoord. Hij vervangt daar de overleden wijkmeester Krol. De wijkmeester zorgt ervoor dat de mensen in de wijk hun werk goed verrichten. Hij wordt zo gezegd de baas over de wijk. Jacoba en Willem zijn gelukkiger in de kolonie. Op 25 november 1864 moet Willem helaas afscheid nemen van Jacoba. Ze is op 39-jarige leeftijd overleden. Ze hebben samen uiteindelijk 9 kinderen op de wereld gezet, waarvan er helaas 4 al vroeg stierven. Een half jaar na Jacobus dood verhuisde Willem naar Frederiksborg. Daar wordt hij winkelier. Dit loopt helemaal niet goed af. Achter zijn rug om wordt er geregeld dat hij wordt ontslagen. Hij wordt opnieuw een kolonist, zoals vroeger. Door al die gebeurtenissen zit Willem niet bepaald goed in zijn vel, waardoor hij vervolgens ziek wordt. Op 18 november 1875 stapt Willem voor de 2e maal in het huwelijksbootje. Dit doet hij dit keer samen met Hendrikien Snijder, die net zoals Willem weduwe is. Ze moeten met z'n tweeën nog eenmaal verhuizen en blijven dan uiteindelijk voorgoed in de kolonie van Frederiksoord achter. Welkom allemaal bij de bruiloft van Hendrikien en Willem. Heeft gij Willem en Nederland? Hendrikien Snijder, dat u werd de echtgenote. Ja. Hendrikien Snijder, heeft gij Willem en Nederland, dat u werd de echtgenote? Ja. We mogen nu de ding doen. Willem zijn gezondheid gaat steeds verder achteruit, maar Hendrikien verzorgt Willem zo goed als ze kan. Terug naar het verhaal van Marianne. Het laatste wat we over Marianne hoorden was dat ze samen met Willem een brief naar koning Willem III hadden gestuurd. Maar het leven van Marianne ging daarna ook gewoon verder. Marianne was en bleef gewoon werken in de kolonie. Samen met Johannes Wardenier bleef ze in Willemsoord haar jaren doorbrengen. Helaas moest Marianne daar afscheid nemen van Johannes, want op 49-jarige leeftijd kwam hij te overlijden. Marianne is nooit weer hertrouwd. Ze heeft de rest van haar leven in Willemsoord gewoond en ze is op 79-jarige leeftijd met Willem aan haar sterfbed gestorven. In die tijd was dat een zeer hoge leeftijd. Het komt allemaal wel goed, Marianne. Je wordt heus wel weer beter. Hopelijk. Marianne.
Marianne? Marianne? Met Willem gaat het inmiddels ook helemaal niet goed. Hij is niet zo gezond meer, maar wordt wel zo goed mogelijk verzorgd door zijn vrouw Hendrikin. 2 jaar na de dood van zijn zus komt Willem ook te overlijden. Tot op de dag van vandaag is het raadsel over de achtergrond van Willem en Marianne nog steeds een mysterie. Er zijn nog steeds nazaten van Willem der Nederlander die nog onderzoek doen naar hun achtergrond. Maar helaas wil bijna niemand meewerken aan het mysterie, dus is het erg lastig om het op te lossen. Ook aan een DNA-onderzoek wil de regering niet meewerken. Wie was nu eigenlijk die P. Nederlander? Ook dat is nog steeds een groot vraagteken. Nog steeds is het helaas onduidelijk van wie die 2 veelbesproken kinderen afkomstig zijn. Het valt dan ook erg te betwijfelen of dit grote mysterie ooit nog eens ontrafeld wordt.